Yo mensen, welkom bij deze nieuwe video. En ik sta nu weer in een nieuw huis zoals je kan zien. En er is weer iets veranderd. De vloer, daar is een of ander laagje overheen gegaan. Ik weet niet hoe dat heet, maar daar is ook... Nee, ik sta nu op de zolder. Want onze moeder die wil graag... was het ongeveer hier zo in een stopcontact hebben. Dus die gaan wij even vanaf deze aftappen, hier zo. En dan leg ik hier zo'n kabeltje achterdoor, of tenminste een buis met de kabel erin. En die komt dan, even kijken, daar zo uit, ergens, daar zo. En dan moet ik allemaal nog boren hoor. En dan gaat hij dadelijk zo, hier het hoekje om, om het hoekje zo. En dan trek ik hem helemaal hier zo heen. Dus dat ga ik nog even doen. Mensen, ik heb ondertussen heel deze los gekregen. En wat dit dus is, eentje van de bruine en van de blauwe en van de groene zeg maar, die gaan hierheen. Die lopen zo, komen hieruit. Deze bruine en de blauwe gaan door de muur heen naar deze lamp. Deze is niet aangesloten dus. Die andere komen dus van beneden af. En hier moet ik dadelijk nog eentje op aansluiten. Nog een bruine en nog een dingen en nog zo eentje. Moet ik hier een gat kunnen boren. Is mijn plan dan. Moet ik hem even met ons pa overleggen omdat hij dat goed vindt natuurlijk. Hè. Hier een gat boren. Zo hier door dat blauwe heen. Zoals je daar kan zien. Daar ergens doorheen laten komen. Dan die kabels zo trekken dat die ook hierop aangesloten worden. Dan een gootje leggen. Hier onderdoor waarschijnlijk. Zo door deze muur heen. Dan gaat die in die muur. Gaat die naar beneden. Nou heb ik mijn lamp even aan. Dan zie je daar een bovenste flexibele PVC buis uitkomen. Ja, iets daarboven vandaar komt die dan... door de wand heen. Dan gaat hij zo richting die andere, die daar op de grond of naar de grond heen gaat. Dan wil ik hier een lange PVC helemaal zo laten lopen, zo, helemaal. En dan wat ik net zei, om het hoekje en dan uiteindelijk komt hij dus hier uit. Dus even wachten tot we terug zijn en dan kunnen we even vragen of dat hij het goed vindt als ik hier even een gat in boor. Zodat ik daar wat kabels erin kan trekken. Ondertussen dat we nog even bij de bouwmarkt zijn, kan ik wel even een tour geven wat ondertussen alweer allemaal gedaan is. De trapleuningen die hebben we weer gemonteerd, of tenminste hebben we ons een paar maal allemaal gedaan. Helemaal gelakt zeg maar, met een of ander spul. Ja, hier is die vloer, wat ik al zei. Er is een of andere cementlaag overheen gegoten, nog een keer extra. Ik weet even niet meer hoe dat heet, maar in ieder geval is dat hier ook gebeurd. En beneden liggen de tegels er. Dus ik ga even kijken. Nou mensen, zoals je kan zien, de tegels. Het is hier ook al. Dit is helemaal gevoegd ook, zoals je kan zien. Tot en met hieronder. Ja, hier. Kan je wel zien. Er zit een zwarte spleet. Daar moet die nog gevoegd worden. Want die gast die had geen tijd meer of zo. Want het is namelijk niet de snelste werker. Kijk wat dit ding nog doet. Ik heb de stroom eraf gehaald. Maar ja, dit doet het nog gewoon, dus dat is goed. Ook helemaal hier. Ik krijg een brede deur, zeg maar. Dus vanaf dit tot en met dit. Zoals je kan zien. En hier moet het nog afgemaakt worden in de wc. Oh, je ziet ook de stroom af, oké. Ja, want hier moet nog verder betekend worden. Alleen, nou was maar hier zo'n streepje, maar die wou die eigenlijk doortrekken of zo. Maar daar moet hij in ieder geval nog voor terugkomen. Dus, hier moet ook nog wat tegels gelegd worden, hier in de voorraadkast. Kijk, zie je dat? Jongens, er zijn internet. Naar beneden aan het trekken. Zoals je kan zien. Oh, Timo heeft hem al. Kijk, de loodleiding komt hier zo uit.
Kijk, die hebben hier mooi aan de trekveer gemaakt. En nou op de zolder dadelijk internet ook. Dan is het even langzaam. Kijk, ondertussen heb ik hier een gat in de gipsplaat geboord. Dus als je kan zien, komt die witte kabel daar weer uit. Die ga ik hier dadelijk met kroonsteentjes nog koppelen. Want als ik dat even zover laat, dan ga ik nou bezig met de PVC hier zo leggen. Dus let's go! Bezig geweest, maar het is een gipsmuur, dat wisten we al, maar ik denk ik ga het gewoon proberen, maar die schroeven die blijven daar niet in zitten, want even kijken, daar zo zie je misschien wel een gat zitten, daar zat hij net, en ik deed hem een beetje bewegen, hier had ik die andere al erin gezet, en toen deed ik een beetje bewegen. Maar toen wou die gewoon bijna eruit vallen, dus moeten we een paar pluggen hebben of zo dat die wel erin blijft zitten in ieder geval. Dus ga even oplossen. Dat is één. Kijk, zoals je kan zien. Ja, mijn lamp is een beetje op volgens mij, maar goed. Hij staat in ieder geval hier. Oh, nou, ik kan niet eens keren hier. Zo klein is dat. En daar zo is het andere stuk. Daar ga ik nou mee verder. Eerst even die klemmetjes eraan tikken. En daarna ga ik verder met het andere stuk. Ja, en daarna gaan we even eten, dus komt allemaal heel goed. Nou, klaar met eten. Welkom bij Mission Impossible. Jullie gaan het nou zien. Nou, dit is het gat waar we doorheen moeten kruipen. Oh, ellende. Daar moeten we heen. Zie je hoe groot die hamer is? Dit is mal. Dat past nooit, joh. Zo,
Die zit vast. Nou nog eentje. Even kijken of dat die lamp verder kan. Nee, eigenlijk niet. Die zit daar zo. Even kijken. Daar ongeveer, bij die paal. Denk 10 centimeter verder. Nou jongens, hey. Nou de kabels zijn overal getrokken volgens mij, Timo. Nou hebben wij hier, hebben wij dus waar ik mee bezig was, we hadden de kabel getrokken. En nou hebben we in ieder geval dit, heb ik hem alvast hier doorheen getrokken. Dit doen we dadelijk met de andere pluggen zeg maar en alles, of andere schroeven doen we daar goed. Je gaat daar door de muur heen, wat ik al lang een keer heb uitgelegd net. Maar goed, dan is hij dadelijk hier zo. Dan gaat hij om het hoekje en hier komt hij de muur al uit. Dan hebben wij, waar is die? Ja, die, oh hier, voor mijn neus gewoon, ha. Dan komt hij dus, even kijken, door een van die twee gaten komt hij erin. Dan moeten we even aansluiten nog voor de rest. En dan heb ik al een ander gat geboord hier zo. En die gaat weer helemaal daar achterlangs. Dus dat gaan we nou nog even doen. Nou, ondertussen zitten we nog steeds met dit. We gaan nou een ander kabeltje hier door dit gat heen trekken. En die gaat dan, moet daar in die hoek ergens komen. Maar ik ga nou naar Timo, want die zit erachter. Ondertussen is mijn lamp weer op. Striptang aan. Striptang. Die kniptang. Oh, wacht even, mijn kop, ja wacht. We moeten even die lamp. Oh, dat is fel. Moet ik nou mijn schoen draaien? Ja, dat weet je beter als mij. Kijk hoe zit. Hij zit daar gewoon. Dit is die hele dunne kant gewoon, hè. Oh. Oh, als ik de schoen draai. Die schoen draai. Hallo, schoen draai. Godverdomme. Waar is die schoen draai? Oh ja. Oh, die kabel is heet, jongen. Uitgedraaid, nee. Kijk eens, lukt het? Timo, lukt het? Ja. Nee, ja. Nee. Aan de andere kant? Is die ook vast? Ja, het zijn twee schroefjes. Oké. Ja, hier, dat is handel. Ha. Moet te zien hier. Nou jongens, het is eindelijk klaar joh. Geloof het of niet? Ik heb hier de stekker. En hier een nieuwe stekkerdoos. Met de radio. We gaan ze allemaal niet eens testen, want die radio die gaat gewoon aan. Ja, X2, X3. Hey, goeie, kijk. En doe hem uit. Hey, goeie. En dit is die afgetapte. Die doet ook. Dus dat ziet er nog niet heel verkeerd uit, in zo'n gipsplaat geboord. En dan, even deze lamp uit. Oef. Bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Houdoe.